in huizen, daar ben ik wel vaker. Maar in dit geval ben ik bij Kloosterman Keukens en Badkamers. Ik ga praten met Bas Lutmer, hij is van Kloosterman. En we gaan kokkerellen met slager Bart. En we gaan ook nog wijn proeven, dus wordt het een te gekke avond. Hey Bas, het ziet er goed uit bij de klimaatkast. Welkom Rutger. Ja, leuk dat je er bent. Goed zo. Wijn opbergen. Wat kan ik voor je doen, kerel? Ik begreep dat jullie naast het verkopen van badkamers en keukens ook ze installeren. Vertel daar eens wat over. Ja, dat klopt. Wij doen behalve het leveren van keukens en badkamers, monteren we ze. En we verzorgen ook de complete installatie. Zelfs als daarbij een kleine verbouwing nodig is, verzorgen we dat voor u. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij nemen de keuken op of de badkamer. Wij maken een installatieplan. Wij komen bij de mensen thuis kijken. En wij zorgen voor van A tot Z dat de klant helemaal klaar is met de keuken of de badkamer. En onbezorgd kan genieten. Hier, ik laat je even wat zien. Ja. Loop even mee. Ah, kijk, daar hebben we slager Bart. Hey, dag Rutger. Hey. Hoi. Nou, leuk dat je er ook bent. Ja. We gaan even wat lekkers maken, denk ik, hè? Absoluut. Wat heb je voor ons in petto? Nou, Rutger, we zijn hier natuurlijk om in de mooie keukens van Kloosterman een lekker stukje kwaliteitsvlees te bakken. Wat heb je allemaal meegenomen? Want ik zie iets prachtigs hier. Ja. Mooie biefstuk. Biefstuk, helemaal goed. Ja, dat is... Lentebiefstuk. Ja, oh ja, leuk. Gewoon simpel, lekker, Hollands, in de roomboter. En want veel mensen hebben er altijd moeite mee, hè? Want moet je hem nou langer uit de koelkast hebben? Of, Net als wijn, heel veel uitleg soms. Ja. Maar het is eigenlijk soms ook wel heel erg simpel. Maar jij gaat ons er even bij helpen. Ja, natuurlijk. Lamsrek. Lamsrek, leuk. Ja. Marineren eerst en daarna? Provençaals. Ja. Heel veel kruiden behoeft het ook weer niet, maar provençaals is natuurlijk een heel boeket aan kruiden. Ja, heerlijk. En dan even lekker in grof broodkruim, daarna lekker in de oven. Nou, marineren met die handel. Even kijken, dat gaat in die, wat zijn dit, brood? Broodkruim, grof broodkruim. Ja. Dat geeft wat meer bijt. Aan de buitenkant. We hebben natuurlijk lekker provenciaalse marinade op olijfolie. Olijfolie doet natuurlijk altijd heel erg goed smaak versterken. Ja. Dus het een voor het ander in bepaalde volgorde. Ja. Even lekker een plankje. Smeren we dat voorzichtig zo in. En waar kun je nou het beste het vlees kopen? Bij slager Bart. Ja. Ja. Kijk, dat wou ik horen. Pico Macario maak ik erbij open. Ken je dat? Dat ken ik nog niet, maar die ga ik zo vandaag... Ja, het is uit Piemonte, Noord-Italië. Daar maken ze Barolo, maken ze Barbera d'Asti. Je hebt er de beroemde Moscato d'Asti. Dit heet Monferrato. Wordt gemaakt van Cabernet Sauvignon met Barbera. Dus Frans druivenras met inheems druivenras gecombineerd. Het water loopt mij al in de mond. Nou ja, dat komt goed uit. En dat gaan we eens even lekker met z'n drieën proeven, vind ik een goed idee. Zet ik ondertussen de lamsrekken? Ja, gooi die in de oven. Oké, nou gaan we die biefstuk, want... Moet die pan al helemaal warm zijn eigenlijk? Ja, de pan moet eigenlijk goed heet zijn. Ja, heel erg belangrijk. Al meteen, al bij voorbaat. Al eigenlijk al meteen. Daarna doe je de olie, de brandstof eigenlijk in de pan. Ja. En de roomboter, voor dit geval voor de biefstuk, want dat is natuurlijk erg een goede combinatie. Zouten doen we de biefstuk van tevoren, als die op kamertemperatuur is. Ja. En dan ga je de biefstuk in de pan leggen en haal je het vuur haal je wat terug. Wauw, dat ziet er gaaf uit, Bart. Goed stukje vlees. Ja, te gek. Vleesproeverij. Dankjewel. Voorverwarming. Bas, ook bedankt. Ja. We gaan lekker proeven. Dit was hem. Wijnadvies TV bij Kloosterman.